dames en heren. Voor het BBP was 2017 een jaar van indrukwekkende resultaten, van mondiale lof en van heel veel waardering. Het zat er dus allemaal aan te komen. De absolute top, de eerste plaats op de World Ranking List, terecht en verdiend voor het BBP. Belgian Warmblood, de Belgische warmbloedpaard. Overal zien we gelukkige mensen. Het werk van jaren is beloond en bekroond. Fokkers, zij in de eerste plaats, maar ook eigenaars en ruiters, zij delen mee in de grote verdiensten. BWP zorgde voor een unieke prestatie. 6 BWP'ers, u hoort het goed, 6 BWP'ers in de top 20 van de wereldranglijst. En 4 ervan zelfs in de top 10. Dit is ongezien. We zetten ze nog eens even op een rijtje. Halifax van het Kluizenbos, van Heartbreaker. Op de 4e plaats, Gantia de Muze, van Malito de Rijven. 7e plek voor Eldorado van het Vijverhof, van Tender van de Zuidhoeven. 8e plaats was voor Gazelle, van Kashmir van Schuttershof. 17 dan, Faustino de Tilly van Berlin. En op de 20e plaats, Garfield de Tigi, of Tigi de Templier, van Quasimodo Z. Het BWP dus op plaats 1 met ruime voorsprong op KWPN en SBS. Dames en heren, dit is meer dan een goede gelegenheid om even stil te staan bij de redenen, bij de motieven van dit grote en dit verblijdende succes. We doen dat met gewaardeerde mensen uit het veld, handelaars, eigenaars, fokkers, ruiters, natuurlijk zij. Onze eerste gast is een eigenaar, hij is handelaar, hij is organisator van Knokke Hippiek, van Stefex Brussels Masters. Dat zijn 5 sterrenwedstrijden. Hij is zelfs ruiter, want denk er maar aan, in Mechelen was hij 4e, net niet op het podium in de Belgian Star Masters, net voor Ludo Philippaert. Maar we hebben hem vooral gevraagd omdat hij de eigenaar is van het beste paard ter wereld. Dames en heren, welkom Stefan Conter. Af en Leo. Dag Stefan. Van blij van jou te zien en te hebben hier bij ons. Eerst en vooral natuurlijk hebben we over Halifax van het Kluizenbos. Wij staan helemaal in beeld. Pictures en foto's van overal te zien bij alle publiciteit van het BBP. Nummer 1 in de wereld heeft dat jouw leven veranderd? Mijn leven misschien niet veranderd, maar het maakt zeker onze stal gelukkig om nog eens een keer een BWP op topniveau te hebben en te tonen dat de beste hengst van de wereld is en het beste prestatiepaard. Voor ons is het een grote publiciteit en het is daarvoor dat we het doen, niet alleen voor de publiciteit, maar voor het sport, voor te winnen. En ik denk dat Halifax een echte winnaar is van onze generatie van vandaag. Het is niet zomaar gewoon een topper, hè? Het is een absolute topper. Hè? De beste van de wereld. Ja, hij is vandaag de beste van de wereld. Ja. We kunnen het maar alleen koesteren. We hebben hem natuurlijk nog aan het werk gezien op de grote internationale jumping van Mechelen. Schitterende 3e plaats. En daar kon iedereen zien wat dit paard allemaal in zijn reserve heeft en tot wat het in staat is. Ja, ongelooflijk die instelling is. Dus het is een winnaar. Wij dachten misschien niet dat hij net die laatste vermogen, maar hij heeft zeker die laatste lef en bloed om die grootste proeven ter wereld proberen te winnen. Je kent hem nu ondertussen. Wat zijn de grote kwaliteiten van Halifax? Hoe moet je hem omschrijven? Zijn instelling. Bloed, instelling. Dat aardbrekerbloed dat toch een vechterbloed is. Om snel te zijn, om te winnen. En als jong paard zal hem waarschijnlijk niet de laatste vermogen getoond hebben. Zoals dat ik het zei vroeger. Maar die instelling, wat er gebeurt tussen hun oren. Dat vechtlust om te winnen over die grote sprongen springen. Op een gemakkelijkheid en snelheid en voorzichtigheid. Dat is het belangrijkste van ons sport vandaag. En zo kunnen proeven winnen. En heeft het bewezen. En herken je dan iets van het BWP? Want daar gaat het natuurlijk over. Hier vandaag, vanavond. For sure, proud to be from Belgium. En dankzij aan BWP en de Belgische paarden.
zijn we toch geplaatst, België als het eerste land ter wereld voor de beste paarden al de laatste 10 jaar. We hebben zeker, als je kijkt naar de resultaten toe op het hoogste niveau, dat zijn toch paarden of die zijn gefokt in België, of die zijn getraind in België, of die zijn van Belgische eigenaar, die zijn toch aan de top vandaag. We hebben 60% van de resultaten, de beste resultaten ter wereld, komt uit België. En we zijn fier, oké, ook handelaren en sportmannen van België, dat het van onze kleine land komt. Mooi zo. Laten we die afstamming nog even op een rijtje zetten. Stefan Hartbreker, vader van de moeder Fétiche Dupin en de moeder Dalida van de Heffink. En het is een achterkleinzoon van Darko, waarover we het later nog gaan hebben. Dat is ja. Niet min, hè? Nee, dat is niet min. Darko heeft veel gedaan voor onze Belgische lijn, onze bloedlijnen. En dat was toch over enkele tientallen jaren toch een van de toppaard van België. De fokker is Stefan de Labie uit Oostende. Ken je de man? Ja, ik heb die man leren kennen de laatste jaren doordat Halifax zo beroemd werd. Heel sympathieke man. Ik ken hem niet zo goed, maar ik denk dat in het verleden heeft hem nog goede paarden gehad. Het zal in alle gevallen een paardenkenner zijn. Dat is niet zomaar een toeval. Hij zal wel weten wat hij doet. En nu Halifax bij jou staat, ga je dan die fokkerij van Stefan de Labie, ga je dat wat beter in de gaten houden? Is dat een extra stimulans? Wow. Ja, ik kijk daar niet altijd in. Ik denk dat iedereen heeft een kans om een krak te kweken op stal. Het komt niet allemaal, al die toppaarden, als je kijkt de resultaten, zijn ze niet allemaal gefokt op dezelfde stal. Nu, de familie van Tom hier met die twee paarden, dat ineens ja. in de top 20. Goed, fantastisch. Maar ik denk dat elke fokker heeft een kans om een krak te kweken. Goed zo. Er groeit nu uiteraard meer interesse voor het sperma van Halifax van het Kluizenbos. Welke richting gaat zijn carrière uitgaan? Voor mij de eerste richting is sport. Voor ons is definitief sport telt. Wij collecteren hem 2 keer per jaar. Wij maken een kleine stok van sperma bij ons, dat we natuurlijk verkopen. Maar het eerste punt is sport bij ons. Dat is Stefik Stal, we zijn gericht naar het sport toe. Je hebt 2 dochters die bijzonder goed rijden, waarvan eentje al op het allerhoogste niveau, 5-sterrenwedstrijden. Komen zij in aanmerking voor deze Halifax? Nee, ik denk dat ik moet gemotiveerd blijven om veel goede paarden te kopen. Ik denk dat Lorenzo heeft een perfect team gemaakt. Lorenzo Di Luca. Hè? Ja, ja, Lorenzo Di Luca die staat op de 4e plaats op de wereldranking vandaag. Ze hebben een topcombinatie gemaakt samen. En ik denk dat gaan veranderen nu vandaag zou geen goed idee zijn. En ik ben toch van plan van op een lange termijn al mijn ruiders te touwen. Dus ik moet zien dat je gemotiveerd blijft om heel goede paarden te kopen. Dus ik denk dat we krijgen wel nog eens een keer een vetse stal. Was het meteen Lorenzo Di Luca die... heb je ook de anderen, hebben ze nee, allemaal wel eens geprobeerd? Of hoe gaat dat in zijn werk? Ik kocht eerst 50% van een grote Engstenhouder, Luc Tieleman. Luc Tieleman. Dan hadden we Halifax gegeven aan Daniel. Het klikte niet onmiddellijk. En dan als Di Luca is begonnen op stal bij ons, had ik gedacht, ik zeg, hij zal misschien iets beter passen aan Lorenzo. En we hebben een switch van paard gedaan. Dus en Lorenzo is ermee begonnen. Het is direct geklikt. De combinatie, daar gaat het over. Hè? Super. Zoals gezegd, 4 BWP'ers in de top 10. Op plaats 4, en wie zal het verbazen, Gansia de Muze, ondertussen 12 jaar. Gefokt bij Schaak door Perry de Winter van Haasdonk. Een, voor zover we gezien hebben toch al, een bijzonder gretige merrie, dochter van Malito de Rijve, met een onvoorstelbare mentaliteit, met een grote vechtlust en een niet te onderschatten snelheid. Allemaal karaktertrekken ook van haar ruiter. Samen haalden ze successen nog vorig weekend in Basel op de 4e plaats, maar ook al is gewonnen voor het jaar voordien in Basel, Verona, de Stefex Masters tot 2 keer toe en heel recent nog de grote prijs van Mechelen. Beste Belgische ruiter,
12e op de wereldranglijst. Dames en heren, hier is Niels Bruinsels. Niels, ga zitten. Ik ga eerst toch even een vraagje stellen aan Stefan Conter. Gansia de Muze en Niels, dat waren de vedetten 2 jaar achter elkaar van jouw grote prijs in Brussel. Bij jou thuis, als het ware. Gewoon topmerrie, topruiter. Het is een merrie dat we dachten misschien als jong paard, ze heeft misschien niet het laatste erin. En ze heeft wel vandaag de laatste instelling en kan ze elke grote prijs winnen. Ik zou ze graag op stal hebben. Ja, daar zal ik het straks nog even over hebben. Maar wat ging er toen bij jou om toen hij tot 2 keer toe won? En die massa, want er was nogal waren duizenden mensen die hem een soort van erehaag hebben gegeven, ook aan dat paard. Dan weet je wel waar het om gaat. Ten eerste, dat was totaal verdiend. Niels is een fantastisch ruiter en Gansia is een super merrie. Plus, ja, voor ons een Belgisch concours in Brussel en Gansia de Muze. Ook. Oh, ja, Brabant dus. En die wint bij ons met zo'n publiek. Het was fantastisch voor Belgisch publiek. Het gaat niet beter. Goed, maar toch nog dit vraagje ook. Hopelijk gaat de klank nu weer wat beter. Ik denk het wel. Bij de prijsuitreiking, wat heb je dan in het oor gefluisterd van Niels? Weet je het nog? Ja. Zeg het maar. Beken het. We waren totaal over de indruk. Al dat publiek. De raafde van de paddock naar de piste toe. En het begon al in de paddock. Gans dat publiek gaf een applaus. We zijn Belgische ruiter die won die Grand Prix op een spectaculaire manier. Het was gewoon fantastisch voor ons als organisator van zo'n Belgische ruiter die wint ons concours. Ja, maar je hebt wel duidelijk gezegd, die Gans gaat de muziek, zou wel graag op stal hebben. Hè? Ja, en dat zeg ik nog vandaag. Nog. Dus Niels, je weet waar het op staat. Hè? Kandidaat koper gevonden, voor zover dat nog moest gebeuren. Niels, Gansia staat nu op de 4e plaats in de ranking. 2e beste BWP'er. Had jij dit verwacht wanneer je dat paard onder het zadel kreeg? Vertel eens de geschiedenis, hoe het allemaal in zijn werk is gegaan. Gansia de Muze is eigenlijk een heel speciaal verhaal. Toen de merrie bij mij op stal kwam, had ik niet direct de juiste klikker mee. Ik dacht zelfs de eerste weken van, zou ik ze terugsturen naar de eigenaar of ga ik er maar aanvangen? Het is een heel temperamentvolle merrie, met uitzonderlijk veel kwaliteiten, maar het was vooral de kunst om de knopjes te vinden, om de juiste knopjes te vinden. En stap bij stap ben ik toch blijven volhouden en groeiden ze er meer en meer in. En zijn we naar elkaar toegegroeid. Maar het spreekt natuurlijk voor zich dat zij beschikt over de laatste kwaliteiten. Maar het was aan mij als ruiter om het beste eruit te halen. En dat is mij dan toch uiteindelijk gelukt. Dat is een goede 2 jaar geleden, denk ik. 2 jaar ja, en half of zo. Ja, 2 jaar geleden. Ja? Ja. Op korte tijd eigenlijk toch wel helemaal gezet waar je Gansia wilde hebben natuurlijk. Hè? Niet? Ja, zeker. Het is niet vanzelfsprekend. Ik dacht eerst dat het een merrie was voor de speedproeven van 1,40 meter. Ja, snel is ze dan. Hè? Snel is ze. En dan had ik ze meegenomen als derde paard, afhankelijk naar Oslo en Helsinki. En toen dacht ik, de eerste internationale wedstrijd dat ze deed, laten we ze maar inzetten voor de kleine tour. En toen was ze dadelijk de eerste 3 dagen bij de eerste 5. En toen zijn we verder gereisd naar Helsinki. En toen dacht ik, gaat toch verbazend makkelijk. Laten we een keer een gaatje hoger proberen. En toen sprong ze het weekend daarop meteen 1,50 meter en was ook bij de eerste 5. En zo elke wedstrijd is het blijven groeien. En dacht ik, laten we maar proberen van een keer een grote prijs te springen. Haar eerste 2 sterren grote prijs won ze meteen in Bonheide. De volgende 3 sterren wedstrijd in Bonheide won ze ook. En zo is het alleen maar verder gegroeid. Ze heeft wel een goede ruiter getroffen, hè? Nou, het is bij elk goed paard. Moet bij de juiste ruiter terechtkomen. Het moet een match zijn. Anders, er zijn ook heel veel voorbeelden van toppaarden die niet bij de juiste ruiter terechtkomen waar het niet klikt. Jullie hebben het afgelopen jaar wel wat bij elkaar gesprongen. Hè? Hou je dat bij? Ik hou de rekeningen wel bij, maar ik heb niet precies bijgehouden wat ze bij elkaar heeft gesprongen.
En je denkt zo'n 500.000 euro, kan dat? Dat zou kunnen. Dan hebben wij het wel bijgehouden. Hè? Stefan, hou jij dat bij, wat paarden bij elkaar springen? Nee, ik heb een goede boekhouder bij ons. Maar elke weekend kijk ik wel de rekeningen. En het is heel plezant om een grote prijs te winnen. Het is het eerst om te winnen. Oké, dat geldt erbij, dus zeker dat welkom is. Maar wij houden dat niet bij. Ja, maar de prestaties van het paard worden vaak in winst eigenlijk omgezet en op die manier ook geclasseerd en gerangschikt. Hè? Waarschijnlijk wel. Er zijn veel mensen die dat in de ogen houden. Onder andere waarschijnlijk mijn belastingcontroleur. Maar wij niet speciaal. Terug naar Niels dan. Wat was je mooiste overwinning in 2017? Dat is wel een delicate vraag nu, denk ik. Ja, precies. Daarom wordt ze ook gesteld. Nee, goed. Luister. Winnen is altijd heel mooi. Ik denk dat het zeer uitzonderlijk is wat die Mary dit jaar heeft gewonnen. 3 5-sterren grote prijzen en 2e in Mexico. Winnen in Brussel is een moment dat ik in heel mijn carrière niet zal vergeten. Winnen in Mechelen is hetzelfde. Dat is een moment dat ik uit heel mijn carrière niet zal vergeten. Voilà, we zien hier beelden van... dat is de Stefex Masters zeker, hè? En misschien ook nog wel beelden straks van de grote prijs in Mechelen. Dat is ook altijd wel heel speciaal, hè, die grote prijs in Mechelen. Om daar te winnen. Dat kunnen we straks nog even aan Ludo Filipaars voorleggen ook. Zeg maar. Ja, hè? Ludo zal er zeker op kunnen antwoorden. Die nekkerhal die dan uit het dak gaat voor zo'n man als jij. Zo'n bescheiden ruiter ook. Ja, ik zeg het, winnen is altijd heel mooi. Maar winnen een 5-sterren grote prijs voor eigen publiek is toch wel net iets specialer. Zo, nog even dit. Hoe ziet de planning er dan uit voor volgend jaar? Kijk maar eens hoe enthousiast daar Gansia wordt begroet. Wat is de planning voor volgend jaar, 2018, voor Gansia? Gansia heeft vorige week, ze heeft een heel zwaar seizoen gehad. Ze heeft vorige week haar nog in Basel gesprongen. En de planning is eigenlijk nu om ze een 4-5 weken rust te geven. Dus geen competitie te doen. Zodanig dat ze in maart terug kan aanvangen. En dan alles op het buitenseizoen te zetten. In 2011 heeft ze een veulen gehad van Nabadereva. Hoe heet het ook weer? Louise van het Dalemhof. Ja, zijn er nog verdere plannen om Gansia in de fokkerij in te zetten als merrie? Gansia is heel populair. We krijgen ook veel vragen over fokkerij en embryo's. Maar er is wel besloten om geen embryo's te spoelen tijdens haar sportcarrière. Is het zo dat sport en fokkerij toch moeilijk te combineren zijn? Ik ben een ruiter die voor de sport gaat, dus voor mij is prioriteit de sport. Maar ik denk zeker met een iets delicatere merrie zoals Gansia dat we beter de focus kunnen houden nu op de sport. En ik denk na haar sportcarrière dat er nog heel veel momenten zullen zijn om nog embryo's of dergelijke te doen. Oké, we hebben het natuurlijk al uitvoerig gehad over de fokkerij. En daarom gaan we er nog iemand bij halen die helemaal is opgegroeid in de fokkerij. Bijna is ondertussen 40 jaar, maar nog altijd een hele jonge fokker. Winnaar van de Young Breeder Award op heel jeugdige leeftijd al. En 2 fokproducten in de top 20. Tim van Tricht, kom erbij. Tim van Tricht uit Capelle op den Bosch is dat, hè? En inderdaad, heel jong al de Young Breeder Award gekregen. En dan is hij natuurlijk de fokker van 2 paarden die in de top 20 staan. We zetten ze even op een rijtje. Faustino de Tilly, Berlin Maldarco. Als 7-jarige al de cyclus gewonnen. Je moet me tegenspreken als ik zit te liegen. En dan natuurlijk ook Garfield de Tigy op plaats nummer 20. Dat is wel wat, hè? Ja, dat klopt. Dat is mooi als fokker om dat mee te maken. Zeker omdat dat bijna de eerste fokproducten waren van ons eigen eigenlijk. Als ik mijn eigen hof gekocht had. En... Kun je wat luider spreken? Want ik hoor je niet zo goed. Dus dat zijn de eerste fokproducten die eigenlijk bij ons geboren zijn. Als ik getrouwd ben en mijn eigen hof gekocht met mijn vrouw. En ons eigen ding begonnen. En ik was wel opgegroeid in de fokkerij via mijn vader. En fokte wel veel vroeger. Maar dan, als het van je eigen is, dat is toch nog net iets anders. Je vrouw, dat is Jill Smits. Vandaar dus Tigi of Tigi Stables. Ja. Zo heet dat dan, geloof ik. Hè? Ik heb ook nog ergens gevonden dat Faustino, dat is een Tilly,
En dat heeft dan te maken met, zeg het zelf ik maar. Ik kocht de moeder van Faustino samen met een goede vriend van mij, Lieve Bruineel, als veulen. En dan als driejarige Louis tussen de dekken van Berlin. En zo werd het veulen geboren. En Tilly van Tim, Ellie van Lieven. Dat is goed gevonden, hè? Ja. Je hebt dan twee toppaarden uit twee verschillende, uit verschillende merries. En op basis waarvan maak je dan de keuze? Eerst en vooral een beetje merrie zoeken uit een stam waar veel sportpaarden uitkomen. Dat betekent toch een beetje instelling en concoursmentaliteit. En dan, ja, het is natuurlijk heel moeilijk om merries te vinden dat zelf in de ring gepresteerd hebben. En dan ja, een beetje gezocht uit de stammen. En een merrie die een beetje een voorkomen heeft, een persoonlijkheid. En toch wel ja, een sprong kan maken, zal ik maar zeggen. Ja, precies, dat wil ik nog even vragen. Hè? Het belang van de merrielijn, kun je daar iets meer over zeggen? Ja, de merrielijn die, ja, vertelt natuurlijk veel over het verleden. En je kan rap terugkijken uit de moeder, grootmoeder, zussen. Komen er sportpaarden uit of niet? Het instinct is eigenlijk toch wel een beetje eigen aan de merrielijn. En ik denk dat dat bij andere diersoorten hetzelfde is in fokkerij. Dat er bepaalde kwaliteiten toch wel van de moederstam doorkomen. Je bent daar heel, grotendeels. Je bent daar heel intens mee bezig, hè? Ja. Van 's morgens tot 's avonds. Ja. Denk ongeveer. Het wel, zo te zien. Garfield, de Tigi, of Tigi, wat moet ik zeggen? Tigi. Tigi, die loopt onder het zadel van Jérôme Guéry. Natuurlijk ook een van die absolute toppers bij ons. En hij was ook genomineerd voor de Equitime Award. En heeft hij dan ook nog gewonnen, hè? Dat... lag in de lijn van de verwachting? Nee, gezien de concurrentie eigenlijk vind ik dat heel mooi dat hij gewonnen heeft. Omdat het toch wel twee kleppen dus, van formaat waren. Ja, ja. Oké, het is heel mooi om dat zo te kunnen winnen, maar de concurrentie was wel zwaar, denk ik. Ja. Dat was dus Espoir, inderdaad, gefokt door Johan Lano, bereden door Pieter de Vos. En we hebben de goede resultaten daarvan ook gezien. Maar niettemin, een schitterende overwinning en ja, knap gedaan. Gefeliciteerd voor die Equitime Award. Overigens, Equitime, het vakblad van het BWP. Dat ook nog maar even meegeven. Garfield en Faustino, dus die twee toppers in de top 20. Op eerder jonge leeftijd zijn ze bij jou vertrokken. Hè? Selecteer je altijd zo vroeg? De periode dat die bij mij vertrokken was eigenlijk... waren we niet echt bezig nog niet met die fokproducten. Dan wordt de juiste stal gebouwd. De rekeningen moesten betaald worden. Dus de eigenaarsparen, dat gaat voor. En de eigen paarden, ja, dat bleef altijd een beetje staan. En als er dan een reëel bod kwam, dan werden ze verkocht. Zo is, ik denk, Garfield vertrokken als hij 3 jaar was. En Faustino hebben we al langer aangehouden. Dus net onder het zadel? Net onder het zadel, of net niet, dacht ik. Maar dan doe je wel vrijspringen? Vrijspringen wel, maar ja. Oké, vrijspringen heeft eigenlijk weinig te maken met concours op het einde. Hetgeen wat het belangrijkste is voor een concourspaard, de instelling, is hetgeen wat dat heel moeilijk te beoordelen is in vrijheid. Dus ja, je hebt wel een klein beetje een idee van vrij springen, maar dat is ook maar één van de factoren. Precies. Stefan, hoe selecteer jij jonge paarden? Ja, zeker die instelling, die voorzichtigheid. Dus ik kijk meestal vanaf dat ze 5 jaar zijn. Oké, omdat ze kunnen ook weinig... op tijd, veel paarden zijn nog niet rijp als ze 4 jaar lopen. In vrijheid, ik kijk niet te veel in vrijheid zelf. Ik heb mensen die beoordelen ons jonge paarden van onze eigen fokkerij 2 keer per jaar in vrijheid. Maar ik beoordeel ze meer in de pist. Als ik zie een 5 jaar of 6 jaar, ik zie direct die instelling, hoe voorzichtig dat ze zijn. Als ze bloed genoeg hebben, als ze passen aan ons ruiter, zo beoordeel ik ze. En zeker op het gevoel. Het gevoel. Het gevoel. Ja, dat is ondefinieerbaar bijna. Dat is iets dat je kunt weinig uitleggen. Ja. Ik krijg ineens een kick van paard, Lekes, toen Halifax, toen in de tijd Ikstedt, Gazelle. Al die paarden, ja, ik kan het moeilijk uitleggen. Ik probeerde ze en ik zei ze gaan, ik koop ze. Is dat het hart van de kenner of zo? Mijn geluk. Gewoon mijn geluk. Ik heb daardoor veel goede paarden gekocht. Een kenner van jou, hè? Een gelukszak. Ja, in de... Ja, geluk. Oké, in die ranking, die world ranking, die Rolex world ranking, ja, van die 10 eerste paarden, zijn er 4 die komen van bij ons. Dus dat wil toch zeggen dat we op dit moment toch een beetje geluk hebben met de jonge paarden die we hebben gekozen. Zo bescheiden, want geluk is natuurlijk... Ach, dat moet je ook afdwingen. Je moet naar je geluk zoeken, zeker. Maar we hebben al die paarden gekozen. Credence, Gazelle, Halifax en Ikstedt. Dat zijn paarden toch dat we hebben gekozen als ze waren tussen 6 en 7 jaar. Ik denk, op de, ik
was op ter plaatse op de goede moment en goed gekozen. We hebben het al een paar keer aangegeven dat Halifax van het Kluizenbos dat een achterkleinzoon is van Darko. En dat brengt ons naadloos bij een monument. Een man die een tijdje geleden, enkele jaren geleden in beeld was, maar geleidelijk aan zich meer geconcentreerd heeft op de prestaties van zijn zonen. Natuurlijk denken we dan terug aan Darko, nummer 1 van de hengstranking, zoals hier al aangegeven. Ook aan Otterongo van de Kopshoeven. En ja, dan moeten wij even terug in de tijd. En wie moeten we er dan bij halen? Dat had u natuurlijk al begrepen. Ludo Philippaerts. We gaan beelden zien van Darko met Ludo. Was dat in Tampa? Ik weet het niet precies. Nee, want dat was indoor. Nee, ik denk dat het in Stockholm was. Of Barcelona, denk ik. Barcelona, dat het was. Juist. Maar ik denk even terug aan Tampa, want daar is veel begonnen. Hè, op die wereldbekerfinale toen. Toen voor het eerst misschien een paard, een BWP'er, Darko, die grote naam, werd gescandeerd door Vlamingen die naar Ginder waren gereisd. Die hadden allemaal t-shirts aan met I Love Darko. Een hype zoals we dat toen nooit kenden voor een paard. Hè. Dat heeft wel wat teweeg gebracht. Hè. Ja, ik denk dat Darko eigenlijk heel veel teweeg gebracht heeft. Ik denk dat Darko ook voor het BWP echt een booster geweest is. In die tijd, Darko was heel populair. Hij sprong heel goed. Het was een heel speciaal paard. En het publiek kwam echt om Darko te zien, ja. En meer wil je niet kwijt over Darko, toch wel, hè? Ja, Darko was een heel speciaal paard. En, hij was als 2,5 jaar al de uitblinker hier op de hengstekeuring van het BWP. Toen sprong hij al fenomenaal. En sindsdien is het altijd de goede richting uitgegaan. Er zijn nogal wat Belgische paarden dus in die topranking. Dat hebben we al een paar keer aangegeven. Het aantal is nooit eerder gezien. Heb jij een verklaring, Ludo, voor die evolutie waarin die BWP-paarden meer en meer de top halen? Wel, ik denk dat er veel beter gefokt is de laatste jaren. En dat er vandaag BWP nummer 1 is, dat is de verdienste van de mensen van 15 jaar en 20 jaar terug. Want een paard fokken, daar gaat 10, 15 jaar overheen. Voordat het paard in de grote sport is. En ik denk dat BWP de laatste 20 jaar echt heel goed gewerkt heeft. Dat is het resultaat vandaag ook daarvan. Ik heb jou al eens ooit horen zeggen dat je een voorkeur hebt voor Belgische paarden eerder dan voor Duitse en Franse. Ik heb altijd een voorkeur gehad voor Belgische paarden, zolang als ik zelf gereden heb. Ik vind dat de Belgische paarden ongelooflijk intelligent zijn, heel slim zijn en heel veel kwaliteit hebben. En dat is vandaag de dag nog maar eens een keer duidelijk geworden, dat de Belgische paarden zijn wereldwijd befaamd. Iedereen wil graag een Belgisch paard en dat is het grootste succes van BWP. Vind je dat ook, Niels? Ja, ik vind dat we gerust onze bescheidenheid een beetje aan de kant mogen schuiven en... Als Belgen, als BWP, als Belgische stamboeken, heel de wereld snakt naar Belgische paarden. Nooit eerder gezien, denk ik. Dan zijn er nog twee mensen die dat moeten bevestigen. Ja, we zijn dankbaar aan die BWP'ers. Daardoor zijn we toch gegroeid tot een sterk land in deze sport. Stefan is er rijk van geworden, hè, van de BWP-paarden. Nee, ik denk het niet. Maar ik denk, onze voorkeur gaat allemaal naar die BWP-paarden. Dankzij aan die dat we zijn waar we zijn vandaag. En blijven de betere paarden nu in België? Ik weet niet wie daar wil op antwoorden. Ja, zolang dat we kunnen ze bij ons... Oké, we zijn een land van verkopers. Ja? Gelukkig, hoe dat we zeiden, dat straks aan tafel, die oude stammen, die Mary, we hebben geluk dat onze Belgische fokkers die bij ons in land houden, want dat is de basis van onze fokkerij. En we moeten zeker aanmoedigen onze fokkers om hun goede stam bij te houden. Dat we niet een probleem zoals andere landen. En dat is een van de sterkten van onze land, zeker. Goed, wij willen allemaal graag ons paarden houden. Maar oké, we zijn Belg. We zijn verkopers. Op bepaalde momenten als we krijgen... Een serieus bedrag. We zijn allemaal verkopers. We moeten ook leven. Onze fokkers hebben een grote kennis van zaken. Hè? Ik weet niet of ik het aan Tim mag vragen, want die is zelf fokker. Maar het wordt algemeen wel gezegd. Hè? Ja, er is ook heel veel geluk bij, maar natuurlijk veel kennis en heel veel mee bezig zijn en een beetje inzicht in de situatie hebben.
Maar het is zoals Stefan zei, ja, het belangrijk is dat de goede merries in België blijven en de goede stammen wel behouden blijven. Maar ook dat de diversiteit in hengsten groot genoeg blijft dat we niet gaan te veel inteelt maken. En, want dan gaan veel problemen bovenkomen, zoals dat we wel al links en rechts gezien hebben. Ik denk dat het ook wel een groot ding is dat die goede merries in België gebleven zijn de laatste 25 jaar. Als je in andere landen kijkt, die hebben ook heel veel van een goede fokmerries verkocht. In Duitsland en zo, Frankrijk. In België zijn de meeste goede merries toch in België gebleven. En daar plukken we nu wel de vruchten van, denk ik. Maar we zijn wel niet chauvinistisch. Hè? Dat is het verleden toch van het BWP bewijst dat we helemaal niet chauvinistisch zijn. Nee, maar dat is Belgisch. Dat de bloedlijnen uit Duitsland, Frankrijk, dat we daar altijd voor vatbaar geweest zijn. Hè? Maar ik denk dat het Belgische stamboek ook bestaat uit de import van Duitsland en Frankrijk. En dat is een geweldige combinatie geweest. Er is nog een ander element, ik weet niet of het meespeelt, maar je hoort dat ook wel eens, dat we een gunstig klimaat hebben in dit land. En dan bedoel ik echt wel de weersomstandigheden, dat die gunstig zijn voor het klimaat. Is dat zomaar uit de lucht? Ik moet zeggen, als je nu naar de weersomstandigheden luistert, is het toch nog niet zo gunstig? Dat kan misschien wel gunstig zijn, nee, ik weet het niet. Is dat zomaar maar ik denk fabeltje? Dat Frankrijk en Duitsland en Nederland dat overal hetzelfde is. Ik denk niet dat hier zoveel verschil maakt. In een straal van 300 kilometer en dan zijn de rappen of in Holland of in Frankrijk of in Duitsland. Ik denk dat dat allemaal hetzelfde is. Het is zeker dat we moeten niet gaan fokken in het zuiden van Italië of, nee, of Spanje. Ik denk, we zitten in een goede regio. Maar dat is niet alleen België, Holland en Duitsland en Frankrijk en zo. We zitten allemaal in gunstige landen om te fokken. Het was maar een, maar wij hebben gewoon in België de beste fokmerries. Voilà. Iedereen goed gehoord? De Belgische fokmerries. Beste. En overal wordt er geknikt. Dat is een van de belangrijkste punten. Inderdaad, een van de belangrijke. Meer en meer, hè, want vroeger werd dat wel eens veronachtzaamd. Hè? Maar ik denk dat onze Belgische fokkers kenner zijn. En hoe dat Ludo te juist zei, die combinatie. Want vroeger in de tijd, de fokkers gingen naar Duitsland, naar Frankrijk. Die combinatie, die kruising van Frans en Duits bloed, hebben wij perfect gedaan. En daarbij, onze fokker, hebben nog goed nagedacht. Wat merrie en dat bekeken, bestudeerd. Dat is niet maar zo toeval. Ik denk dat het een resultaat van veel lange ervaring van onze fokkers. Wat er ook wel heel goed geweest is, denk ik, dat is het beleid met de gezondheid van de paarden. Want ik moet zeggen, de eerste jaar dat het BWP dat invoerde, keuren in Gent. Ik zal zeggen, ik heb zelf ook dikwijls gevloekt. Ik kan weer niet naar de keuren gaan, dus weer iets aan. Maar vandaag ten dag moet ik wel zeggen dat België heel veel gezonde paarden heeft. Want als ik kijk, die paarden die ik koop, die ik in België koop of in buitenland, een Belgisch paard is in het algemeen toch gezonder als een ander paard. Dat gevoel heb ik wel. Ja, dat denk ik wel. Frankrijk was toen in een tijd geen sterke land voor de gezondheid. En die combinatie die we hebben gedaan, we zijn qua gezondheid, en we zien het in sport, we moeten gezond zijn om te kunnen presteren op die niveau ook. Tim, ik ga nu nog even naar jou. We zijn hier op de hengstenkeuring van het BWP. Hier worden heel wat jonge hengsten gekeurd ook. Ben jij een voorstander van het gebruik van jonge hengsten in de fokkerij? Ik zou, zeker wel. Jonge hengsten, je stelt altijd een beetje de generatie voor. En de kloof wordt niet te groot, want met de bewezen vererfers gaan fokken, dat is natuurlijk allemaal 10 jaar geleden. En we moeten vandaag een paard fokken voor binnen 10 jaar kunnen mee te doen. Dus we hebben hengsten nodig die modern zijn, die genoeg bloed hebben. Maar het is heel moeilijk kiezen op een keuring of een wedstrijd om een paard eruit te halen. Moest ik nu ze allemaal 2 maanden op stal kunnen hebben, zelf zou ik rap gekozen hebben en zou ik zeker dat heel veel doen. Ik wil die vraag ook even voorleggen aan de andere heren. Ja, zeker. Ik denk, en je ziet dat bij de fokkers ook, ze volgen die lijnen. En ze hebben bepaalde lijnen dat heel populair zijn. Hoe dat ik zei tevoren in deze gesprek, dat onze fokkerkenners zijn. Ze studeren dat, ze bestuderen dat. En ik denk, we moeten kans geven aan jonge hengsten. Ludo, en jij hebt daar niks aan toe te voegen. Nee, ik denk dat een beetje een keuze is van iedereen. Ik heb het meeste gefokt met mijn eigen hengsten. Ik heb zelf Darko, Winningmoed, Zilverstar, nu Chili Willy. Ik heb een hengst die zelf grote prijs springen. En dan denk ik dat ik niet verder naar het buitenland moet gaan om te fokken. Er zijn ook heel veel mensen die naar het buitenland gaan die denken dat er beter is. Terwijl dat we hier in België toch wel heel veel goede hengsten hebben. Juist. Misschien ligt daar juist
De uitdaging voor het BWP ook de vernieuwing van de bloedlijnen? Ja, ik denk dat we zeker moeten openstaan voor vernieuwing en mee de moderne tijd volgen. Maar ik denk dat we dat zeker doen hier in België. De beste stammen blijven kruisen. En zeker en vast mee naar de moderne sport gaan fokken. Ik wilde inderdaad ook nog iets zeggen over de gezondheid. Maar dat is net al aan de beurt gekomen. Je hebt er al over gehad. Het gezondheidsbeleid van het BBP, dat mee aan de basis ligt toch wel van het vernieuwde succes zoals we dat nu meemaken. BWP en de fokkers die zijn natuurlijk heel trots op het feit dat ze het beste stamboek van de wereld zijn, het kleinste stamboek en dan ook nog het beste. Maar het zal natuurlijk niet simpel zijn om die positie te behouden. Daar komt het nu op aan. En dat is een nieuwe uitdaging. Laat ik het rijtje even afgaan bij Tim, bij jou. Die uitdaging, wat moet daarvoor gebeuren? Zeker verder doen zoals we bezig zijn en niet blind worden voor hetgeen wat we hier alleen hebben. Blijven rondom ons kijken en proberen het beste met het beste blijven te kruisen zonder te veel inteel te maken natuurlijk. En vooral de basis breed te houden van de hengsten. Maar de concurrentie tussen de stamboeken is natuurlijk groot. Hè? Ik denk als fokker, met het oog op fokken van een sportpaard, is er weinig over concurrentie te spreken, denk ik. Vandaag gaan wij als fokker we fokken om een sportpaard te hebben, niet om het een stamboek tegen het andere uit te spelen. Dus zeggen. Dat woord moeten we schrappen, heren? Concurrentie tussen de stamboeken? Die is er niet? Kom aan, laten we het maar in het midden gooien. We zijn gewoon... We voelen ons sterk en we zijn sterk in België vandaag. Dus wij voelen niet te veel concurrentie aan. Dus zeker dat wij Belgische fokkerij, BWP... We zijn een sterke concurrent voor de anderen. Maar ik denk dat de Belgische mensen er niet te veel nog niet bang heeft van die andere landen vandaag. Ik denk dat we blijven zo voortdoen. En hoe dat we spraken daarvan tevoren, de goede stammen houden. En blijven doen hoe dat we bezig waren. En ik ben niet helemaal eens met Ludo over in-huis engsten. In-huis engsten te gaan kiezen. Ik denk af en toe wat bloed op een ander gaan zoeken, kruising krijgen... Is niet slecht om nieuw bloed, dat we ons idee blijven bij sportpaarden te fokken, zeker. Maar toch een beetje nieuw bloed binnenhalen is niet verkeerd. Ja, maar tegen nieuw bloed heb ik het zeker niet. Ik denk dat het echt nodig is, dat nieuw bloed. Maar ik denk, die power die we in de Belgische en een BWP-paard hebben, dat moeten we toch niet vergeten en dat moeten we toch blijven behouden. Want dat is de sterkte van een BWP-paard, het vermogen. De meeste paarden hebben echt kracht en vermogen. Als je vandaag bloed met vermogen combineert, heb je meestal ook nog een heel voorzichtig paard. Zeker. Bloed, vermogen, gezondheid. Ik denk dat de belangrijkste factoren zijn. Bloed en vermogen en super in de kop. Een paard die wilt meewerken, dan komt het heel ver, denk ik. Ja, helemaal akkoord ermee. We zijn al de hele tijd op zoek eigenlijk naar de redenen van dat grote succes van het BWP in het voorbije jaar en in de jaren die ook nog komen gaan. Hebben jullie nog adviezen? Dingen die niet aan bod gekomen zijn in dit gesprek, waarvan je zegt, ja, dat is nog een punt waarop het BBP zeker moet werken en dat moet in de gaten gehouden worden en wat verder het succes zal verzekeren van het BBP in de komende jaren. Niels, want jij bent een beetje stil geweest de laatste tijd. Nee, ik denk vooral, ik zal Stefan een hint geven dat hij misschien zijn beste paarden of zijn BBP'ers niet naar het buitenland mag verkopen, want wij beschikken over de beste ruiters in België, van over heel de wereld, dat kun je ook nakijken op de rankings. Ik denk dat dit ook nooit gezien is. Maar ik denk dat dit wel heel belangrijk is. Stefan, is de boodschap overgekomen? Ja, dat is overgekomen. Maar wat Niels zegt nu, is heel belangrijk. Hè. Wij zitten, het is een combinatie van veel criteria. Het is niet alleen de paarden. Maar wij moeten ook zeggen, vandaag we hebben topruiters in België. Als we zien hoeveel ruiters hebben we in de top 50 vandaag. Van België, het is ongelooflijk. Dus het is een combinatie van alles. De enige dingen ook, maar we moeten een beetje doorkijken ook over de gezondheid van de paarden. Klinisch, we moeten gezonde paarden fokken. Maar niet te kritisch zijn over radiografische beoordelingen. Want dat hebben we ook allemaal ervaring, dat we blokkeerden paarden op bepaalde criteria in de verleden jaren. En dat we zijn helemaal fout geweest. Dat het niet echt een probleem kon zijn. Ik denk, we hebben bewezen, hoe dat Ludo zei, dat we fokken echt gezonde paarden in België. Zeker dat opmerkingen, radiografische opmerkingen en zo, gaan er altijd zijn.
Maar ik denk toch wel, als je echt met een fokhengst wilt fokken, dat je toch radiologisch moet zorgen dat je toch wel vrij goed is. Want dat is toch wel vrij erfelijk. Waarschijnlijk... De gezondheid, foto's van de paard. Ik denk toch dat je daar als dekhengst moet vanuit gaan. Dat je moet proberen te fokken met echt een paard wat toch wel röntgenologisch goed in orde is. Dat je toch veel meer kans op gezonde paarden. Zeker. We moeten niet gewoon fokken mee en dat helemaal ongezond is op radio. Maar we hadden veel discussie over chippen en bepaalde dingen. Dat zijn ook sommige dingen dat we moeten doorheen kijken. Tim van Dricht, jij wou ook nog wat zeggen. Hè? Ja, in het geval van ons, als fokkers, is het heel belangrijk, radio's. Als wij moeten verkopen aan 3 jaar of 4 jaar, is het heel doorslaggevend. Klinisch wordt zelfs bijna niet gedaan bij jonge paarden. Maar ik snap wel in het geval van Stefan, oudere paarden, voor mij ook klinisch is veel belangrijker dan de radio's op leeftijd. Want dat is wel een beetje als ze ouder zijn dan. Als jong paard, gelijk dat gezegd, met goede foto's is toch is wel... Het heel belangrijk en het beleid dat BWP doet is heel goed, zeker voor de fokkers. Want houd maar 1 tot 4 jaar en je laat hem keuren en je kunt hem niet verkopen. En je bent niet in staat om ze dan te rijden tot 8 jaar, ja, dan stopt het. Hè. Ja, precies. Ik wou ook toch nog even terug naar een ander aspect dat we, ik had het misschien eerder moeten aankaarten, namelijk die embryotransplantatie. Hoe staan jullie daar tegenover? Wel, ik denk dat de stamboek ook beter geworden is door die embryotransplantatie, want ik denk dat je uit die goede merries veel meer vullers kunt fokken. En dat is alleen maar positief, denk ik. Dat je embryo's fokt met merries die vandaag in de sport lopen, daar ben ik geen voorstander van. Want ik denk dat topsport al heel moeilijk is. Als je dat nog gaat combineren met embryo's uit te spoelen, dan wordt het toch heel moeilijk, denk ik. Er zijn ook nog nieuwere technieken, zoals ICSI ondertussen. Heel nieuw. Heb jij daar een visie over, Stefan? Ja, wij zijn er een beetje mee bezig in Frankrijk, in Deauville. Op ons toeterij, Arras de la Pomme. Wij zijn er nu mee bezig. Hoe, als het lukt... Oké, het is nog niet helemaal bewezen, maar als het lukt, is zeker dat we gewoon meer embryo's kunnen produceren uit die betere merries, ons concentreren met die betere merries. Het gaat helpen. Maar goed, het is nog helemaal een grijze situatie. Ja, ja. Binnen een paar jaar zullen we wel weten als het echt werkt. Universiteit Gent vooral speelt daar een grote rol in, heb ik begrepen. Hè? Komt van Italië zeker? Hè? Ja, het komt van Italië, van dokter Galli. Hij was de specialist ervan. En goed, het is gelukt bij toch wel wat merries. Maar goed, we moeten zien... De kostprijs natuurlijk ook. Hè? Dat kost een serieus prijsje. De merries, denk ik, kunnen er iets meer van afzien. En je kunt dat ook niet doen met sportmerries. Ik zou het niet durven doen met merries die zijn op topsport. Misschien een merrie zoals Usha. Hebben we trouwens geprobeerd met Usha. Die niet meer in sport is. Wij zullen nu weten in de volgende jaar de resultaten. Oké, ben jij daarmee bezig, Niels? Of is dat ver van je bed? Dat is redelijk ver van mijn bed, want ik ben eigenlijk geen fokker. Ja. Maar ik volg de situatie wel op en ik volg een beetje de mening van Stefan daarover. Het is natuurlijk nog koffie die kijken. Maar ik denk uit 1 spoeling dat de kansen wel reëel zijn om meerdere embryo's te kunnen spoelen in de toekomst. Ik zou je nu stilaan willen afronden, maar zijn er nog dingen die jullie nog eventjes willen aankaarten, nu je toch de gelegenheid hebt? BWP? Is het al gedaan? Nee, we kunnen nog even doorgaan. Ik nodig je uit om nog verder nog dingen aan te kaarten die niet aan bod zijn gekomen, Stefan. Ik denk gewoon, we zijn goed bezig vandaag. En blijven in onze eigen fokkerij geloven in BWP en zeker... onze fokker aanmoedigen om verder te blijven doen. Want we zijn zeker bewust allemaal dat dit een dure hobby is. Maar als er een goed resultaat is, je kunt er ook de vruchten van plukken. Dat je kunt ook serieus geld krijgen van je veulens of van je producten aan een tijd. Het vraagt heel veel werk. En wij moeten niet vergeten, wij allemaal sportmannen en zakenmannen zoals ik en Ludo en veel anderen... dat we hebben al die fokkers echt nodig om verder te doen in ons carrière, sportcarrière en gewoon businesscarrière. Dus wij moeten bewust zijn dat zo'n gesprekken moeten we meer en meer hebben om problemen te vermijden en om te proberen om de sterkste land te blijven. Ik denk ook wel dat we moeten proberen om die kleine fokker die er vandaag nog is,
nog echt proberen te motiveren om verder te doen. Want het is door die kleine fokker waar alles mee begonnen is en dat we vandaag zo ver staan. En ik denk dat er vandaag minder fokkers zijn, omdat alles heel kostelijk is. Maar ik denk dat we moeten proberen om die kleine fokker toch nog aan de bak te kunnen laten, dat hij kan blijven verder doen. Ja, en hoe doe je dat dan? Ja, die dekprijzen van die hengsten misschien wel goedkoper. En er zijn toch nu veilingen al die georganiseerd worden waar die mensen kunnen aan meedoen, waar ze hun vullen kunnen verkopen. Ik denk meer acties. Die kleine fokker heeft ons groot gemaakt. En die hebben we vandaag of in de toekomst ook nog nodig. Vinden jullie... Ja, sorry, zeg maar. Hoe dat Ludo zegt, ik vind fijn dat het spreekt over die kleine fokkers. Bij die kleine fokkers eigenlijk, die fokken met 1 of 2 of 3 merries, dat er toch daar de beste producten eruit komen. Dat zal ook te maken hebben met een opfok van de paarden. En niet alleen vullen geboren en het is in industrie met 300 onder vullen. Industrie kan dat niet doen, zeker niet beter als een fokker. En die kleine fokkers moeten we ondersteunen. En zeker misschien met prijzen of deals of om verder te doen. Want ik denk de opfok telt heel veel. Die mensen hebben ook veel meer tijd voor de opleiding aan het paard en alles. Hè. De emoties, dat het paard meemaken, ja. Die 3 of 4 jaar voor hun grote sportcarrière en zo. Alles zal een rol spelen, denk ik. Als je 2 volle broer en volle zuster, of hoe dat we doen veel vandaag, die kloon. Gaat je daarvoor hetzelfde paard hebben? Even goed, bijvoorbeeld, zou ik Ikstedt klonen of Halifax klonen, gewoon ik hem even goed hebben? Denk ik niet. Ik denk dat is al die tijd dat er passeert bij een fokker en wat er gebeurt met die fokker. Deze concours, deze sprongen in vrijheid, de manier hoe die zijn gedresseerd. Alles zal een rol spelen om er een speciaal paard van te maken, denk ik. Ja, dat is ook nog een ander gegeven natuurlijk. Het klonen van paarden nog altijd. We zijn er nog altijd niet helemaal uit. Hè? Maar we hadden het over kleine fokkers. Tim, jij bent geen kleine fokker natuurlijk. Hè? Maar... Ja, vind jij ook dat nog wat meer mag gebeuren in de richting van de fokkers? Of zeg je, nee, we zijn best gelukkig. En zeker met het BWP. Ja, zeker en vast met het BWP. Onze plaats dat we vandaag hebben is het mooiste wat we kunnen hebben eigenlijk. Maar zoals Ludo zei, de kleine fokker moeten we toch blijven aanmoedigen. Want we zien toch dat veelal paarden vandaan komen van plaatsen waar dat 1 of 2... Meestal het landbouwerfamilies. Je weet niet waarom, maar... Mensen die een beetje voeling hebben met dieren, opfok, ja, veelal komt het van daar voort. De media, laten we het daar ook nog eens even over hebben en hier aan het slot. Ja, ze coveren natuurlijk wel al die grote manifestaties, zoals jij ze ook wel organiseert, in hoge mate. Maar hebben zij genoeg oog voor de fokkerij? Staan zij genoeg achter de fokkerij? Staan zij genoeg achter het BWP? Heren? Ik denk dat de Belgische paarden de media niet nodig hebben. Die bewijzen hun eigen, dus die verkopen hem vanzelf. Geen krans, nee, zo is het. Dus dat is dan gezegd. Niels, wat denk jij daarvan? Ja, dat ik volg met een klein beetje de mening. Ik denk ook de manier waarop dat wij nu bezig zijn, door dit meer in de pers te brengen qua fokkerij, denk ik niet dat het kan geholpen worden. Ik denk, wij als ruiters ook hangen af van de fokkers. Wij moeten ook kunnen blijven topsport blijven doen. Ik denk ook, ik praat nu in naam van de ruiter, ik denk dat het heel belangrijk is voor ons dat die fokkers gemotiveerd blijven om topparen te blijven fokken. En denk ik ook dat wij als ruiter nog meer samenwerkingen moeten aangaan met fokkers, zodanig dat die gemotiveerd blijven om hun paarden langer aan te houden. En dus de media toch ook wel meer aandacht besteden aan die fokkerij, aan de afstammingen van de paarden enzovoort? Ja, ik denk gewoon, we hebben het bewezen nu vandaag, wat we kunnen doen en welke industrie dat we hebben en hoeveel... leden van onze bevolking zijn geïnteresseerd in die jumping. Als je ziet, het publiek die komt of op een wedstrijd zoals Mechelen of bij een jumping Stefix of een LRV jumping. Ik denk dat is een groot moment dat de media aandacht trekt op ons sport. Want er zijn heel, heel veel amateurs erin. En wij hebben bewezen dat het niet zo een sport van geld en geluk is. Het is een sport van lange arbeid. Fokkerij en alles, dat we zo mogen meer aandacht hebben van de media. Ja, is er een verband tussen de organisatie van die grote wedstrijden, zoals jij er een paar organiseert, maar zijn er nog anderen in dit land, en het succes van de fokkerij? Of heeft dat met elkaar niks te maken? Het heeft wel iets te maken met elkaar, maar we zijn niet gebonden daardoor aan elkaar. Maar zonder de fokkerij kunnen wij ook geen jumping geven zoals dat wij geven. Zouden we ook niet zoveel publiek hebben in Mechelen?
op Jumping Mechelen. Dus alles is gebonden onrechtstreeks aan de fokkerij. Daar start het. Ja, dus, we zien dat ook in Mechelen bijvoorbeeld. De 6-7-jarige paarden en dan nog eens de Sires of the World. Dan zit dat nog vol. Hè? Dat zijn de wortels van ons sport. Dus we moeten er zeker aan werken. Mooi zo, dan zijn we geleidelijk aan uitgepraat. Dan alleen nog dit zeggen dat 2017 natuurlijk een bijzonder succesvol jaar was voor BWP. En we gaan dus naar 2018. We zijn er al aanbeland. Laten we ervoor zorgen dat het nog mooier en nog beter wordt voor het BWP, het Belgische warmbloedpaard. Bedankt Stefan Conter. Bedankt. We zullen eraan helpen allemaal. Bedankt Tim van Tricht. Bedankt Niels Bruinsels en bedankt Ludo Philippaerts. Alle vier, hartelijk dank.